In 10 goede openingsminuten wist NEC 2 doelpunten te maken. Uiteindelijk scoorde Helmond Sport 1 tegendoelpunt, waardoor het lang spannend bleef. Maar NEC trok het over de streep en won met 1-2 van Helmond Sport. En heeft alles voor het kampioenschap nog in eigen hand. Ted, gefeliciteerd. Hoeveel peentjes heb jij gezweet op het veld met je medespelers? Hoeveel peentjes heb ik gezweet? Nee, het was, we begonnen vandaag heel goed aan de wedstrijd. En dan krijgen we een schiet. Brabant, volgens mij, schiet die bal hartstikke mooi binnen natuurlijk. Ja, dan wordt het 2-1. En dan, toen werd het meer een vechtwedstrijd. Ze zetten ons dat meer vast. En, zelf verloren we veel te snel de bal. Waardoor het spel heel erg op en neer ging. En dat was vooral hard werken en tegenhouden op een gegeven moment achterin. 1-2 en dan merk je met de minuut dat er meer spanning op zit. Zowel op de bank als op het veld. Hoe ga je daarmee om op dat moment? Zeker ook voor jullie op de bank. Want ook de reactie bij jou bij de 0-2 was een explosie van vreugde. Ja, spanning. Het is geen spanning. Je ziet dat het niet goed staat. En dat is meer frustratie ook niet. Maar meer van, oké, hoe kunnen we nou omdraaien? Snap je? Hoe kunnen we nu wel goed neerzetten? Hoe kunnen we nu wel zorgen dat we controle weer krijgen? Uiteindelijk lukt dat wel. Maar daar heb je ook de rust voor nodig. Maar die periode stond het niet goed, dus het is veel te open. En daardoor kom je nooit echt in de duels. Uiteindelijk trekken jullie het over de streep. Ontlading is groot. Nog 3 te gaan. Ja, wat is dat? 270 minuten. Snel gerekend, ja. Met blessuretijd er nog bij natuurlijk. 285. Ja. Te beginnen maandag. En dat wordt misschien wel, alles is nu zwaar natuurlijk, maar op papier de zwaarste. Ja, maar je hebt de eigen hand. 3 wedstrijden voor het einde. Dat is wel het meest positieve. Ga je iets anders doen ten opzichte van vorige week toen je ook tegen Jong Ajax moest spelen? Want het is natuurlijk voor jou ook een bizarre situatie. Ja, helemaal anders. Maar wat? Nee, natuurlijk niet. Nee, wij vinden dat onze ploeg is geen ploeg om achter de bal aan te lopen. Onze ploeg is geen ploeg. We hebben het team neergezet om aan te vallen, om druk te zetten. Dat gaan we ook tegen Ajax doen. Nog 3 te gaan, Ted? Ja, inderdaad. Dat zeiden we net in de kleedkamer ook tegen elkaar. Dus het hoeft niet mooi. We moeten hard werken met elkaar en maandag weer een belangrijke wedstrijd. En dan toch weer met jou in de basis, want dat loopt. 2 overwinningen terwijl je weer terug bent. Ja, daar ga ik wel vanuit.